Dus we nemen even mijn gsm erbij. En verwijderen al die berichtjes. Delete all. Delete someone inbox. Yes. Even controleren. Inderdaad, alle berichtjes zijn verwijderd. En dan halen we nu even de simkaart uit de GEDA. Het is een toestel met 2 simkaarten, maar het was de basekaart. We openen de software van de verwijderde SMS-hersteller en dus de simkaart is geplaatst en we duwen op de knop SIM-card information. Het uitlezen van data kan eventjes duren. Zoals u hier ziet wordt de simkaart onderzocht. Moest u een pincode geïnstalleerd hebben op de simkaart, dan werd het ook in deze fase gevraagd. Zoals u hier ziet, zien we algemene informatie over de simkaart zelf. We zien ook bijvoorbeeld dat deze 12 sms-berichtjes kan bevatten. En we zien hier ook de laatste 10 getelefoneerde telefoonnummers. Die plekken waar dat je enkel maar apenstaartjes ziet, wil dat zeggen dat die nummers niet opgeslaan zijn in het telefoonboek. En dan heb je eigenlijk andere nummers waar dat, deze wel opgeslaan waren. Nu, voor het herstellen van de verwijderde sms-berichtjes is heel eenvoudig. Je klikt gewoon op Read Deleted SMS Messages. Ook deze procedure kan eventjes duren. Je gaat maximaal 20 en tot 10 à 20 berichtjes kun je meestal herstellen. Daarnaast heb je ook nog andere functies zoals het terugplaatsen van de sms-berichten, zodat deze terug in de inbox tevoorschijn komen. Of je kunt ook sms-berichtjes voor altijd gaan verwijderen, zodat deze op geen enkele software ook kunnen terug hersteld worden. Een andere mogelijkheid is het opslaan van de data op harde schijf bijvoorbeeld. Goed, we zijn aangekomen in het venstertje van de sms-berichten en zoals je ziet hier ziet bij Read SMS Messages hebben we geen enkel, maar hier bij Deleted zien we 12 verschillende berichtjes. Dus alle berichtjes die hier staan waren eigenlijk verwijderde sms-berichten die nu hersteld zijn via de sms-berichtenhersteller Pro. Als we klikken op een sms-bericht dan zien we door wie dat verzonden is en op welke datum en tijdstip en met hier het bericht zelf. Dit kun je doen voor alle andere berichtjes ook.